Yo, Kees van IMT. Vandaag ben ik een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Vergeet hoezo even niet te abonneren, niet te liken als je deze aflevering nu al leuk vindt. En gaan we meteen beginnen met de nieuwe achtbaan die we gaan bouwen. Die moet minimaal 310 meter lang zijn en mag niet te hoog worden. Waarom niet? Dan wordt hij niet goedgekeurd. We gaan zoveel mogelijk over water bouwen, want op het water kan ik niet zoveel meer doen. Je hebt niet het gevraagde geld. Maar nu wel. Kijken, hoe diep op het water zit ik eigenlijk? Best wel heel erg dicht eigenlijk. Hoeveel kost dit? 208? 205. Ik word misschien net iets te duur af nu. Kijk, dit zijn de betere bedragen. Serieus game, kunnen serieus nu niet. Wat slecht. Jesus. Echt veel meer mensen in mijn park hebben. Ik moet meer geld nodig. Oké, mensen vinden het schijnbaar ook heel spannend dat de achtbaan door elkaar heen gaat eigenlijk. Dat schijnen mensen in deze game heel spannend te vinden. En hoe spannend eigenlijk een achtbaan is, hoe meer geld je ervoor kunt vragen. Zo kun je voor een achtbaan gewoon prima 4,50 euro vragen, zolang niet maar spannend genoeg is. Dan betalen mensen toch gewoon echt. Ik zou het op zich gewoon nooit willen betalen voor zo'n prijs. Dat gaat zo even iets te ver worden, die prijs. Oké, als ik 350 heb, koop ik dit eventjes. De schoolkrant. Als ik dat voldoende had, maar had ik toch nog niet. Maar nu wel. Oh, kies een attractie. Twee denk ik ontslag te nemen. En van mij dit. En een beetje een salarisverhoging. Kijk, maar hier waren we dus mee bezig. Dat was dus 173. Kost 600 zoveel. 686 euro en 10 cent. Nou, oké, dan wil ik zo meteen best wel gaan betalen. Dat is onder één voorwaarde. Dat de attractie lang genoeg is, maar ik denk dat het alleen niet lang genoeg is vanaf nu. Want dit is nooit 300 zoveel meter. Dat kan gewoon niet. Ik moet gewoon nog een heel stuk deze kant eigenlijk wel bouwen. Dat wil ik eigenlijk gewoon niet. En vanaf hier moet ik eigenlijk een beetje die andere kant weer gaan opbouwen nu. En dan vanaf hier eigenlijk zo snel mogelijk weer terug, want nu zit ik aan de 300 meter. Zo niet, dan eet ik gewoon een pizza op. Op zich dat is helemaal geen straf, maar het is altijd lekker. Een goede pizza. Oké, hoeveel gaat mij dit kosten? 841 euro. Dat zou ik als het goed is zo bij elkaar moeten hebben. Dan ook een beetje paraplu's zouden kopen. Dat zou best wel heel erg fijn zijn. Nee, mensen betalen niet zoveel meer in mijn park. Ik heb meer toekomst nodig. More money. Hier betalen mensen ook niet zo heel veel meer. Maar ook deze achtbaan heeft, maken we trouwens wel echt ziek harde winst. Ik moet echt meer mensen deze kant op krijgen. Dus hier is het echt ziek druk. Hier uitgestorven. Hier trouwens net zo. Ik denk dat dit zo meteen aan elkaar moet gaan verbinden, denk ik. Vanaf hier zo en dan die kant op of zo. Ik weet het niet, maar zo'n idee heb ik.
Omdat hier best wel weinig attracties staan, zullen er niet heel veel mensen hier naartoe komen. Dat is ook wel een reden. Ja, nog een paar euro's. Een paar keiharde euro knaken. Dan kunnen we nu gaan testen. Ik ga mooi in de achtbaan zitten. Eend. Oké, daar gaan we. Gaan we naar beneden. Nog nooit is Achmantras gebouwd in heel Rollercoaster Tycoon 3 niet. Ik weet helemaal niet wat attractie dit precies is. Ik denk dat ik die laatste heuveltje niet ga halen. Ik weet wel zeker dat die laatste heuveltje niet gaat halen. Ketting denk ik. Een keer een stukje ketting. Een paar keer ketting of iets. Zoiets. En dan zou je het wel moeten kunnen halen. En als ik wel even kan doen. Toch dat die. Oh, die kan niet harder. Oké, daar gaan we weer. Deze hele zielige achtbaan eigenlijk. Ik zou hier gewoon nooit in gaan. Puur omdat ik gewoon helemaal niets eng vind. Die eerder om te lachen dan omdat ik het echt eng vind. Nou, daar gaan we dan. En we wachten tot die ketting gaat komen. Ik ga gewoon nog bijna harder dan wat hier moet gaan, minimaal. Oh, het past ook echt allemaal maar net hier. Goed uitberekend, Ido. Grandioos perfect. Voel ik me echt pro, jongen. Echt rollercoaster pro hier. En... ben er. Drie treintjes of... nee, ik kies liever voor drie treintjes. 8, zo ook de 9. Maar gaat dit goed? Dat is de vraag. Ik neem aan van wel. Nou, let's go naar test. Hoe goed dit gaat. Ik weet niet hoe lang de achtbaan trouwens is. Ik denk trouwens wel langer dan 310 meter. Een beetje speed erop gooien, dan kunnen ze meteen goed zien. Ja, en dan moeten we het nu zo ongeveer weten. Ja, I nail it. Opengooi. Kussig, je hebt laten zien dat je de tijd hebt ontnemen. Maar ga je ook tycoon level? Ja, nee, dat snap ik dat jullie het niet kunnen vinden. Ze zijn nergens op aangesloten. Een stukje zo. Een stukje die kant opbouwen. Even zo. Die kant op. Zo, dan sluit hem daarop aan. Dan gaan we hier het water op. We gaan iets harder de bult op dan bij de andere kant. Ik wil hier niet gevraagd geld meer, maar nu wel weer. Heel iets. Kijk, zoiets. Ik heb prima 4,50 euro voor vragen. En verwacht dat ik nog een klein beetje geld erbij ga hebben. Kijk eens.
Ik weet niet hoe lang de minimum wachttijd is. Als hij vol is, gaat hij gewoon. Oké, dat is great. Geen minimale bezetting dus. Prachtig, grandioos, mooi. Wat denken de mensen hiervan? Echt wel zijn geld waard. Oké, dan gaan we. En de prijs zo hoog mogelijk kunnen op te voeren. Ze vinden het echt allemaal leuk. Daar doen we het voor. Alleen mensen kunnen deze plek nog niet echt vinden. Maar hé, wat maakt mij het uit? Nog één achtbaan te bouwen. En maar niet uit waar die is en is gewoon klaar. Voor een attractietje uitplukken. Heel veel kost. Nee, uiteraard niet. Maar weet je wat het mooiste is? De klim een keer te halen, dat is het. Als dat echt alles is. Hé, wat maakt het mij nou nog uit? Hop, een keertje zo. Niet genoeg geld om dit laatste te voltooien. 84. Weet het moment nog echt helemaal niet uit hoe deze achtbaan eigenlijk gaat. Kijk, wat wil ik nog geld bijleen? Nee, ik was er niet zo op gokken. Ik weet niet eens wat er gaat gebeuren dan. Ik ga het eigenlijk wel testen voordat ik de achtbaan ook open gooi. Maar weet je, het is in principe gewoon echt puur meters maken. Eerst ook niet wat ik aan het doen ben. Meer ook niet. Hier gaan nog steeds voldoende mensen eigenlijk in om een beetje geld te verdienen. Hier ook nog steeds. Alleen mensen moeten hier een beetje weg. Want hier blijft er niet heel veel meer over. Want hier verdeelt het zich. Dan gaat het of het gaat rechtdoor. Maar toch heel langzaam komt hier ook steeds meer volk. Dat is op zich best wel fijn. Hashtag de mensen. Ik wil gewoon weer dezelfde tactiek hoor. Gewoon weer extra baanlengtes creëren. Gewoon puur voor Jan Lul eigenlijk. Helemaal voor niks. En ik wil deze episode, deze missie nog gaan halen. Nee, maar je moet niet die kant op. Je moet die kant op. Nee, het gaat ook niet werken. €137 voor een baanstuk. Alsof het helemaal niks is. Oh, dat is de microfoonstandaard. Dat is ook wel regelmatig. Ook in de microfoon eigenlijk aantikken. De laatste tijd was niet, maar... Dus hier en daar gebeurt het nog wel eens. Die kost nog steeds 117. Dat gaat €210 nog kosten en dan ben ik er gewoon echt zo. Naar 656 en dat is de missie eigenlijk gewoon zo goed als klaar, hoop ik. Dat dit echt gewoon lang genoeg is. Het gaat op zich wel redelijk kriskras door elkaar. Kom op mensen, betaal eens. I need your money. I want that money. So fast as money. Ja, bijna mensjes. Klopt die laatste zakken nog even leeg?
En dan kan ik hier snel wat doen weer voor jullie. Nou ja, meer om mijn eigen kijkers blij te maken. Dan laten we eens kijken hoe deze achtbaan gaat. De achtbaan is ook nog nooit eerder gebouwd. Ik heb voor god niet hoe deze achtbaan eigenlijk gaat. Hij rent dus zo hard af eigenlijk. Are you fucking kidding? Are you fucking kidding? Blijf je precies hier stil hangen? Nee, niet zo. Nee, doe gewoon zo. Zo, en dan... Even zo, en dan... Dit hier ook. Even hier dit. Dan doen we hier dit. Niet genoeg geld. Pas dan mijn tijd ook weer op langzaam. Nog niet lang genoeg. Kijk dan zo. Zo, en dan gaan we dit zo doen. Er zit nog wat geldverschil tussen. What the heck? Just why? Ik was even 313 euro. In zo'n baanstuk. Mensen, koop eens wat leuke dingetjes. Zoals een toegangskaartje tot een attractie. Help IMT de winter door. Wacht, het eerste stuk hadden we eigenlijk al gezien. Dus vanaf hier wordt het spectaculair. Hier krijg een mooie douche. En vanaf hier gaan we een stukje verder. Snelheid genoeg krijgt hij hier. Hé, hey, er wordt nog wat tekst rondzweven op het scherm. Kijk, nu had hij het stuk wel. Bocht haalt hij ook mooi. Dat komt nog maar net. Dit haalt hij makkelijk. Oké, even kijken. Wat is de lengte van deze achtbaan? Ik hoop dat hij lang genoeg is. Uiteraard, hij zal wel weer lang genoeg zijn. Nope. Uiteraard niet. Weet je wat? Gewoon echt letterlijk gewoon zo. Dan steek een stukje zo. En zo. Zo zou dit zeker wel lang genoeg zijn. Kom op jongens, help ons eventjes de winter door. Kom op. Ik heb ongeveer €100 van jullie nodig. Ik heb wat dollars. Zal een stukje goedkoper zijn. Nou, ik hoop dat deze wel lang genoeg is. Wil de muis van de game niet naar mijn game toe? Maar naar mijn andere beeldscherm, dat is ook een leuke. Nou, ik hoop dat dit wel lang genoeg is nu. Voor de challenge. Kijk, nu wil ik het wel testen. Nu een lening doe ik aan de game gehaald. Ja, ik heb nog wel gehaald. Ik heb gewoon een lening af kunnen sluiten dus. Maar in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer in een nieuw park. Tjus.